Jongens, meisjes, ik ben Karel Eiting. Ik ben net nieuw bij Genk. En jullie hebben natuurlijk vakantie gehad. Dus om een beetje op te warmen en om in de schoolstemming te komen, ga ik jullie een beetje helpen en gaan we een leuke dag van maken. Ja, Victor, vertel. Van waar ben jij, meester? Je hebt zo'n rare stem. Ja, de meester die is van Amsterdam in Nederland. Dus ietsje andere uitspraak. Af en toe wat andere woorden dan hier, maar leuke vraag. Ja, vertel. Hoeveel vriendinnetjes heb je al gehad? Jeetje, ik heb één. Eén vriendin. Nog steeds is dat mijn vriendin. Ja, Louis, vertel. Wat is het stoutste dat je ooit op school hebt gedaan? Stoutste? Ik heb wel eens afgekeken. Dat herkenbaar. Herkenbaar? Was jij vroeger een brave leerling? Ja. Ik was wel een brave leerling, ja, denk het wel. Ik had wel altijd veel vrienden, dus we waren af en toe wel lawaaiig in de klas. Maar over het algemeen was ik wel een brave leerling. En jij? Soms, af en toe wel, ja. Ja, wanneer niet dan? Veel babbelen doe ik wel. Ja, precies. Nou ja, dat mag ook wel eens, toch? Ja. Waarom is jouw bijnaam professor? Omdat sommige mensen vinden dat ik het denk dat ik het beter weet, denk ik. Of omdat ik altijd mijn mening heb. Daarom noemen ze me zo. Okay. Wat zou je geworden zijn als je geen voetballer was? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat ik geworden zou zijn? Ik durf het niet te zeggen. Dat is zo'n moeilijke keuze. Je kan zoveel doen, maar misschien advocaat zou me heel leuk lijken. Of misschien een eigen bedrijf waar je mensen kan helpen. Dat lijkt me ook heel leuk. Weet jij al wat je wil worden misschien later? Of wat je wil gaan doen? Nee, dat is moeilijk, hè? Ah, je hebt alle tijd nog. Dat komt goed. Paul zei tegen Paul en Pools is Paul en Pools wel Paul. Is Paul en Pools wel Paul? Nee, zei Paul tegen Paul en Pools. In het Pools, Pools, Paul in het Pools is Poolski. Poolski, heel goed. Ping en pong spelen, pingpong, 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 vond de pingpongbal. Ping, pingpong de pingpongbal naar pong. Pingpong, ping, pingpong de pingpongbal naar pong. En pong, pingpong de pingpongbal naar pong. Kijk eens even. Nou, super. Top hoor, jongens. Lang op je tenen. Heel goed, naar beneden, tenen aanraken als het lukt, met knieën gestrekt. Doen we één hand even zo omhoog, zo. Heel mooi. Oké, dan doen we. Dan gaan we ietsje hoger, knie even. Oké, top. Oké, het gaat beginnen, dicté. Dan heeft iedereen zijn pen, schriftje. Kijk, heel goed. De eerste zin is: Karel is de beste meester. Maarten houdt van voetbal. Torsvet is heel grappig. Daar moeten we goed rekening mee houden. John, de trainer, weegt 80 kilo. Ito, die is niet zo zwaar, die is ook iets kleiner, hè? Die weegt 65 kilo. En Onuwatsu, die is echt, nou jullie kennen hem toch, die is echt zo groot, die weegt 90 kilo. Dus de vraag is, kunnen de spelers samen in de attractie? Ja, top. Dus het kan. Ja, nou, geweldig. High five, jongen. Lekker gedaan. Top. Brian maakte heel wat meters tegen Anderlecht. Hij liep 90 minuten lang aan een gemiddelde snelheid van 8 km per uur. Hoeveel kilometer had hij in totaal gelopen aan het einde van de wedstrijd? Ja, top. Super, nou, knap hoor. Het antwoord is dus 12 kilometer en eigenlijk hangt het heel erg van de posities af hoeveel iedereen loopt. En voor middenvelder, dus voor mij of voor Brian, is 12 kilometer is heel gewoon. Of ietsje meer of ietsje minder, maar een beetje om die kant. En achterin lopen ze ietsje minder, dus eerder richting de 10 kilometer. Voorin lopen ze ook weer ietsje minder dan 12 kilometer per wedstrijd, maar wel heel veel op
hoge snelheid, omdat ze alleen maar aan het sprinten zijn en diep aan het rennen. Bal! Oh! Goed zo. Kijk eens even. Vangen. Goed zo. Vangen. Goed zo. Nog een keer. Goed zo. Goed zo. Ja, snel, snel, snel. Tikken. Nou, het zit erop. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En dat jullie klaar zijn voor school. 1 september. Ja, zijn jullie een beetje richting de schoolmood gekomen? Een beetje. Wij hebben nog één kleinigheidje voor jullie. We zitten te kijken waar zal het dan zijn. Zullen jullie even kunnen kijken in je laadje van je tafel? Ja. Hebben jullie het gevonden? Ating! Oké, even lachen allemaal. Kom maar. Cheese! Cheese. En nu nog een keertje omdraaien? Ja. Kijk, heel mooi. Top, oké.